Welkom bij deze video. We zijn op het moment bezig met numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen, gewone differentiaalvergelijkingen. Dus we hebben een functie die van de tijd afhangt en voor die functie hebben we een differentiaalvergelijking. En in het algemeen kun je differentiaalvergelijkingen niet analytisch oplossen en hebben we een numerieke methode voor nodig. We hebben een aantal basisnumerieke methoden bekeken. Euler voorwaarts, Euler terugwaarts, trapeziumregel, midpuntregel. En tot nu toe hebben we eigenlijk nog niet gekeken naar de fouten die je daarbij maakt. En dat is het onderwerp van deze video. Er zijn twee hoofdonderwerpen in deze video. Ik pak eventjes de inhoudsopgave erbij. We gaan kijken naar lokaal discretisatiefouten. Dat zijn eigenlijk de fouten die je maakt per stap als je tijdstappen aan het maken bent. Vervolgens heb je een heleboel tijdstapjes gemaakt en ben je bij je eindtijdstip aangekomen. Je probeert bijvoorbeeld een simulatie van een proces te doen dat een uur duurt. Neemt stapjes van een minuut en je hebt dan 60 stapjes gemaakt en bent dus een uur verder. Aan het einde heb je dan 60 keer een klein foutje gemaakt onderweg. En ja, die kunnen opstapelen of eventueel uitdempen. En de fout die je aan het einde hebt, dat noemen we de globale fout. En daar ga ik ook iets over zeggen. We kunnen bij numerieke methoden kijken naar consistentie en convergentie. Dat komt zo meteen. En dan nog, als je een MATLAB script geschreven hebt om een numerieke methode te gebruiken voor een differentiaalvergelijking, dan kun je numeriek ook checken of de methode klopt. Of de orde van de methode klopt. Dat zijn de onderwerpen voor deze video. Allereerst kijken we naar een scalaire vergelijking. Dus we hebben een functie i van t. Dus i is een functie die van de tijd afhangt. En de afgeleide van i is voorgeschreven. Dus de functie f hier, het rechterlid van de differentiaalvergelijking, hangt van t en van i. Of van f kennen we en we zijn op zoek naar i. Nou, de Euler voorwaarts methode hebben we al gezien. Wat die doet is de afgeleide aan de linkerkant vervangen door een differentie. In plus 1 min in gedeeld door h, h is de stapgrootte. En we pakken het rechterlid op het oude tijdstip. Nou, dat kunnen we omschrijven. En dan zouden we hebben dat dus blijkbaar i n plus 1 gelijk is aan i n plus h maal f t n i n. En zo kunnen we tijdstapjes maken. Je begint bij i 0, die zal in het algemeen voorgeschreven zijn. Dus i 0 is een of andere constante. En dan kunnen we vervolgens met deze recursie kunnen we I1 uitrekenen met I1, kunnen we I2 uitrekenen enzovoort. En waar we nu in geïnteresseerd zijn is wat voor fout maken we hierbij. Om die fout te analyseren doe ik even iets raars. Wat ik doe is, ik pak het numerieke schema en in plaats van In en In plus 1 doe ik nu alsof ik de echte oplossing van de differentiaalvergelijking ken. Dus ik pak I op het tijdstip Tn. En ik pak i één tijdstapje verder, dus op het tijdstip tn plus h. En die vul ik in de numerieke methode. Nou, in het algemeen zal er niet 0 uitkomen. Want nou, de numerieke oplossing, dus de i-n'tjes, die zijn niet gelijk aan de exacte oplossing in het algemeen. Dus als ik ook de exacte oplossing invul in mijn numerieke schema hier, en ik doe het ook aan de rechterkant, dan komt er een extra term bij te staan. En dat is de lokale discretisatiefout dn. En laten we eens kijken wat dn nu voorstelt. Dus ik ga iets van analyse doen. Ik ga kijken, ik zeg van nou, i, de echte functie op het tijdstip tn plus h. Ik kan dit omschrijven wat hier staat in dit blauwe kader. En als ik dan i tn plus h oplos, dan zie je dat het i tn is plus h keer f. En dan staat er h keer de lokale discretisatiefout bij. Van de andere kant heb ik ook gewoon de numerieke methode en die heb ik hier omgeschreven. Dus ik heb in plus 1 geschreven in termen van in. En als je nu eens aan zou nemen dat je op het tijdstip tn, dus het tijdstip waar je vertrekt, dat je daar hebt dat in gelijk is aan i tn. Dus we nemen even aan dat op tijdstip tn dat we alles exact weten. Dan zie je dat als ik deze twee vergelijkingen deze van elkaar aftrek, dat deze eruit valt en dat deze er ook uitvalt en dat aan de rechterkant precies dit overblijft.
Wat dat betekent is dat als ik op het tijdstip T en alles weet en ik maak met Euler voorwaarts één tijdstapje naar Tn plus h, dat de fout die ik daar maak gelijk is aan die h keer d. Dus hier staat het nog een keer, als we aannemen dat in gelijk is aan itn en je trekt de vergelijking van elkaar af, dan zie je dat de fout op het nieuwe tijdstip is h keer d. Dus blijkbaar is h keer de lokaal discretisatiefout de fout die je maakt in één stapje van de methode. Die lokaal discretisatiefout die komt terug, die gaan we een aantal keren bekijken en ik ga even iets meer analyses daar doen. Ik ga kijken of ik er een uitdrukking voor kan vinden. Dus dit is wat we op de vorige slide gebruikt hebben als definitie van de lokaal discretisatiefout. Nou, ik gebruik nu een Taylorreeks. Ik ga itn plus h, h is een klein positief getal, de tijdstap. Die ontwikkel ik in een Taylorreeks. Dus dat is itn plus h keer de eerste afgeleide plus een half h kwadraat keer de tweede afgeleide. En dan krijg je plus orde h tot de derde. De differentiaalvergelijking zegt ons dat i-accent tn hetzelfde is als f. Want i is een oplossing van de differentiaalvergelijking. Nou, als je dat allemaal invult hier in deze vergelijking. Dus ik pak de Taylorreeks en die Taylorreeks die substitueer ik hier voor itn plus h. Dan valt die it en die twee valt tegen elkaar weg. Deze i-accent valt weg tegen die f. En wat je dan overhoudt, is blijkbaar dat de lokale discretisatiefout gelijk is aan een half keer h keer de tweede afgeleide plus hoge orde termen. Wat je in het bijzonder ziet, is dat als we een half i dubbel als een constante zien, is dat de lokaal discretisatiefout lineair naar 0 gaat in h. Er staat een h in de macht 1. En omdat dat h tot de macht 1 is, die 1, dat noemen we consistentie. Dus Euler voorwaarts noemen we first order consistent, eerste orde consistent, omdat het h tot de macht 1 is. Oké. Dit is een lokaal verhaal. Dit is wat er gebeurt in één tijdstapje. Nou, in het algemeen, ik zei het al, zul je meer tijdstappen maken. Misschien wel een heleboel. Misschien wel een paar duizend of een paar miljoen als je met weersvoorspellingen bezig bent bijvoorbeeld. Die globale fout is de fout die je maakt na heel veel tijdstappen. Dus je maakt, laten we zeggen, 1000 tijdstapjes. In elk van die 1000 stapjes maak je zo'n lokale fout. En behalve dat ze allemaal bij elkaar optellen, worden ze misschien ook wel met een getal vermenigvuldigd. Dus waar we in geïnteresseerd zijn, is de totale fout die we maken. En die totale fout, dat heet dan de globale discretisatiefout. En dat is als je n stappen gemaakt hebt, de exacte oplossing op tijdstip tn, min wat je gevonden hebt na die n duizend stapjes. Nou, laten we eens kijken wat we daarvoor kunnen opschrijven. Dit volgt uit de definitie voor de lokaal discretisatiefout. Dit is de numerieke methode. En als ik die van elkaar aftrek, die twee vergelijkingen, dan staat aan de linkerkant precies de fout op het nieuwe tijdstip. En aan de rechterkant het verschil van deze twee termen, dat levert me en op. Ja, die h keer f termen, daar kan ik op dit moment niet zo heel veel mee. Dus die schrijf ik maar gewoon over. En h keer de lokale fout, die kopieer ik gewoon. Wat ik nu ga proberen is om een bovengrens te geven voor de globale discretisatiefout. En die bovengrens dat zal een hele pessimistische zijn. Dus een bovengrens die niet heel erg scherp is in de praktijk. Maar hij laat wel het juiste ordegedrag zien. En dat is waar ik nu in geïnteresseerd ben. Ik ga eerst even iets aannemen voor die functie f. Want als ik deze twee termen een beetje netter wil schrijven of iets hanteerbaarder, dan heb ik een eigenschap nodig en dat heet Lipschitz-continuïteit. Nou, Lipschitz-continuïteit van een functie betekent dat het is voor het gevoel iets wat tussen continuïteit en differentieerbaarheid in zit. Als een functie continu is, hoeft die nog niet Lipschitz-continu te zijn. Als een functie differentieerbaar is, dan is die zeker Lipschitz-continu. Dus als we gaan kijken, f, onze f hier, die hangt van twee variabelen af, van t en i. We willen graag die Lipschitz continu is
in de variabele i. En wat dat betekent is, als ik ga kijken naar de absolute waarde van de functie in i1 min de functie in i2, dan is dat kleiner of gelijk een of andere hoofdletter l keer het verschil tussen i1 en i2. Dus als i1 en i2 vlak bij elkaar liggen, dan moeten de f-waarden ook vlak bij elkaar liggen. Dat is eigenlijk wat hier staat. En die l, dat heet de Lipschitz-constant. En dat moet een positief getal zijn. En ik heb me hier een klein beetje makkelijk van afgemaakt, maar voor alle t, i1, i2, waarin we geïnteresseerd zijn. Ik zei al, als een functie differentieerbaar is, dus als df di bestaat op een zeker interval, dan zou je kunnen kijken naar het maximum over i in zo'n intervalletje. En die kun je dan als Lipschitz-constante nemen. Dus als je functie netjes differentieerbaar is naar i, dan is je Lipschitz-continu. En L, de Lipschitz-constante, is dan een bovengrens voor de afgeleide. Nou, de reden dat ik dit aanneem is dat ik dan iets verder kan komen met die recursie die we hier hebben voor de globale discretisatiefout. Want wat ik nu doe is dat ik zeg van nou, de absolute waarde van die globale discretisatiefout, die ga ik afschatten. Eerst de driehoeksongelijkheid, dus ik breng de absolute waarde naar de drie afzonderlijke termen die we al hadden. Dit verschil tussen die f-waarde, als ik aanneem dat f Lipschitz continu is met Lipschitz constante hoofdletter l, dan kan ik dit afschatten met l keer het verschil in de functiewaarde. En het verschil van deze i'tjes, dat is precies en. Dus dat betekent dat ik dan de eerste en de tweede term samen kan nemen. En dat ik die kan schrijven als 1 plus h keer l keer de fout op het vorige tijdstip. En dit, dus in feite de fout die we maken in dat ene stapje van onze numerieke methode, van Euler voorwaarts in dit geval, die kopieer ik gewoon. Dus wat ik nu gevonden heb, en dat heb ik gekopieerd naar de volgende slide, is deze recursie. Dus een ongelijkheid voor en plus 1 in termen van en. Ik ga eens kijken wat dit betekent. Dus ik ga eens kijken, we weten op tijdstip 0 hebben we een beginvoorwaarde. Dat betekent op tijdstip 0 maken we geen fout. Vervolgens doen we één tijdstapje. En dat betekent dat nou, deze term verdwijnt, want 1, 0 is 0. Dus we hebben alleen deze term over. H keer de eerste lokaal discretisatiefout. Dat vullen we in. En dan hebben we iets voor E2. Dat kunnen we nog een keer doen voor E3. En als je daarmee doorgaat, dan kun je laten zien dat blijkbaar En kleiner gelijk is. En we vinden dus dat al die lokale foutjes in iedere stap met 1 plus hl vermenigvuldigd worden. Dus in iedere stap die we maken krijgen we een nieuwe h keer d erbij. En alle andere die worden vermenigvuldigd met 1 plus hl. En je kunt het allemaal samen nemen en dan kun je dat als deze som hier schrijven. Voor de lokaal discretisatiefout hadden we een uitdrukking gevonden. En daar kan ik ook een bovengrens voor geven. Als ik aanneem dat die tweede afgeleide een bepaald maximum heeft, absoluut gezien. Dus ik ga aannemen dat de tweede afgeleide kleiner gelijk hoofdletter m is. Dan kan ik de fout, als ik even deze verwaarloos afschatten met een half keer die hoofdletter m keer h. Dat kan ik invullen. Dus ik heb h keer d vervangen met een half mh kwadraat. Deze som die hier staat, die ziet er wel wat ingewikkeld uit, maar die kan ik uitrekenen. Want er staat zoiets als r in de macht n min j min 1 met r gelijk aan 1 plus hl. Deze en de som van j 0 tot n min 1, die kan ik ook in de omgekeerde volgorde bij elkaar optellen. En dan zul je zien dat je precies krijgt 1 plus hl, dus de r tot de kade. Dat is een geometrische reeks. En die kunnen we gewoon uitrekenen. Dan krijg je 1 plus hl tot de n-de. Bovengrens plus 1. Min 1 gedeeld door 1 plus hl min 1. En dit is dus een bovengrens voor de globale fout. Ik ga er hier vrij snel doorheen. Dit zijn niet hele ingewikkelde algebraische stappen. Alleen het is een klein beetje prutswerk om hier te komen.
Ik ben nog niet helemaal waar ik bezig wil, dus ik ga nog even door. Dit is wat we hadden op de vorige slide. Wat hier staat, wil ik nog graag een klein beetje anders schrijven. Dus wat ik doe, is dat ik zeg van nou het eindtijdstip, dus het tijdstip waarop ik iets over de fout wil zeggen, dat is n keer h, de tijdstap die ik maak. En 1 plus hl tot de n-de. T is nh. Dus h is gelijk aan t gedeeld door n. En als je dat invult, dan vind je dus deze uitdrukking. En je kunt laten zien dat die kleiner of gelijk de e-macht is. Dat is een standaard afschatting in de analyse die ik hier gebruik. Dus met een hoop tussenstappen hebben we nu gevonden dat onze globaal discretisatiefout deze lelijke uitdrukking keer h is. En die lelijke uitdrukking, dat is een constante. Als we het eindtijdstip vasthouden, dan is dit iets wat niet meer van h afhangt. Dus wat we nu gevonden hebben, is dat de globaal discretisatiefout en naar 0 gaat. En hoe hard gaat die naar 0? Nou, lineair in h. Er staat opnieuw een h tot de macht 1 in. En hier noemen we dat convergent. Dus de methode van Euler, de voorwaartse versie van de methode van Euler, die heet eerste orde convergent, omdat de fout ongeveer een constante keer h is met die c onafhankelijk van h van de tijdstap. En dit hebben we al eerder gezien. Dus toen we keken naar de Euler-voorwaartsmethode, toen hebben we gezien dat als je de tijdstap halveert, dat dan de fout aan het einde ook gehalveerd wordt. En hier zie je analytisch waarom dat zo is. Ik zou deze grens is heel erg pessimistisch. Want er staat hier een e-macht met het eindtijdstip. En de constante in feite, dus de constante die hier staat, daar hebben we nu dit voor gevonden. Maar die is veel te pessimistisch, dat kun je veel scherper doen. Maar het belangrijkste resultaat is dus, als je de tijdstap halveert, dan wordt de fout op het eindtijdstip ook gehalveerd. We hebben al een aantal methoden gezien, dus Euler voorwaarts, daar hebben we nu uitgebreid naar gekeken. Maar in een eerdere video hebben we ook gezien Euler terugwaarts, Euler backward. En dat wil zeggen dat je je functie f niet op het oude tijdstip, maar bij Euler backward pak je hem op het nieuwe tijdstip. We hebben ook de trapeziumregel gezien, de gemiddelde van die twee. En we hebben de midpuntregel gezien waarbij je f halverwege pakt tussen tn en tn plus 1 in. En waarbij je dan het gemiddelde van de twee eiwaarden pakt. Al die methoden kun je schrijven als in plus 1 min in gedeeld door h is een of andere functie phi die alleen van in en in plus 1 afhangt. Dit is een zogenaamde eenstapsmethode. Je kunt je misschien voorstellen dat als je een aantal tijdstappen maakt en je wilt van tijdstap 100 naar 101 gaan, dat je misschien wat meer informatie zou willen gebruiken. Dat je niet alleen maar de waarde op 100 zou willen gebruiken, maar ook die op 99 en misschien ook wel op 98. Dat zijn meerstapsmethoden. Alle basismethoden die we gezien hebben zijn eenstapsmethoden. Dus we gaan van in naar in plus 1 en we gebruiken alleen die twee. Nou, als je ze allemaal zo schrijft, dan kun je die lokale discretisatiefout, die had ik geïntroduceerd voor Euler voorwaarts, maar die kun je dus ook voor de andere methode introduceren. En wat je doet is dat je je numerieke methode pakt, je vervangt in door de exacte oplossing i op het tijdstip tn. En net zo in plus 1 vervang je door i op het tijdstip tn plus 1. En als je nu met omschrijven kunt laten zien dat die methode orde h tot de macht p is, dan heet de methode p de orde consistent. Dus lokale fout is consistent. Voor de globale fout kun je ook algemeen introduceren als itn min in, dus ook voor de andere methode. En als je kunt laten zien dat en een constante keer h tot de macht p is, als h naar 0 gaat, dan noem je de methode p de orde convergent. Nou, we hebben gekeken naar Euler voorwaarts, waarbij we
als consistentieorde 1 vonden en ook als convergentieorde. Net zo kun je laten zien dat voor Euler-Backward de orde ook 1 is. Dus in principe qua nauwkeurigheid zijn ze vergelijkbaar en niet zo heel erg nauwkeurig. Voor de trapezium en voor de midpuntregel kun je laten zien dat die twee orders gelijk zijn aan 2. Dus dat betekent voor de trapeziumregel dat als je gaat kijken naar de globale fout op een zeker eindtijdstip, als je de stapgrootte halveert, dan wordt je fout 4 keer zo klein. En datzelfde geldt voor de midpuntregel. Dit is allemaal analyse. Ik wil nog graag even voor een voorbeeld laten zien hoe je dit nou ook numeriek kunt testen. Dus hoe je numeriek op grond van alleen maar een simulatie voor een probleem waar je de exacte oplossing niet kent, ook kunt nagaan of je de juiste convergentieorde haalt. Dus als je alleen maar weet dat je globale fout een constante keer h tot de pd is, met p de convergentieorde, dan zou je als volgt te werk kunnen gaan. Zeg dat je Euler voorwaarts gebruikt om i op het tijdstip t-end uit te rekenen. Dus we pakken een tijdstap h en we doen n tijdstappen, hoofdletter n tijdstappen. Dan zou je dat experiment kunnen herhalen. Dus je doet de hele simulatie nog een keer met de halve tijdstap en dan halveer je nog eens een keertje. En dat betekent dat je 2n en 4n stappen nodig hebt. Als je kleinere stapjes maakt en je wilt op hetzelfde tijdstip uitkomen, dan zul je meer tijdstappen moeten maken. Nou, als je nou weet dat je globale fout EHN ongeveer een constante keer h tot de pd is, dan weet je dat als je gaat halveren, dat die fout h gedeeld door 2 tot de pd wordt. Dus die wordt 2 tot de pd keer zo klein. Dat heb ik hier ingevuld. En ik ga nu van 2n en n ga ik naar 4n en n. Dus ik vervang alleen maar n door 2n en h door h gedeeld door 2. En de reden dat ik dat doe, zodat ik er 3 gebruik, is dat ik ze nu op elkaar kan delen. En als je ze op elkaar deelt, dan valt die c eruit die ik niet ken. Dus de fout in je globale discretisatiefout. Dus wat je blijkbaar kunt nagaan, is als je een simulatie doet met 3 tijdstappen. Een of andere h, dan h gedeeld door 2 en dan h gedeeld door 4. En je rekent dit quotient uit. Dan moet dat naar 2 tot de pede convergeren. Dus zo kun je checken of de orde van je numerieke methode inderdaad klopt met wat je zou verwachten. Hier een heel simpel voorbeeldprobleem. We hebben het al eerder gezien en de exacte oplossing is hier bekend. Dus i van t is voor dit probleem e tot de macht min 3t. Je ziet als t is 0, dan komt er netjes 1 uit. En als je dit differentieert, dan zie je dat die voldoet aan de differentiaalvergelijking. En ik los het op met Euler voorwaarts. Dus laat ik er even bij schrijven. I n plus 1 min I n gedeeld door h is min 3 I n. Dat is de methode die ik ga gebruiken. Als je dat doet en je pakt als eindtijdstip, kies ik hier 3. En ik pak 15, 30, 60 tijdstappen tot aan 960. Ik verdubbel steeds het aantal tijdstappen. Dat betekent dat mijn stapgrootte h halveert. Ik reken die quotiënten uit en die quotiënten die convergeren een beetje langzaam, maar ze gaan naar 2 toe. Dus wat je ziet gebeuren is dat de quotiënten in de laatste kolom naar 2 gaan. 2 tot de macht 1. Dus de convergentieorde van Euler voorwaarts is p is 1. Ik heb hetzelfde met de midpuntregel gedaan. En wat je ziet voor de midpuntregel is dat de quotiënten naar 4 convergeren. Dus de conclusie is 4 is 2 tot de macht 2. Dat de convergentieorde van de midpuntregel gelijk is aan 2. Nou, dat brengt me tot aan het eind van deze video. Wat we gezien hebben is dat je in eerste instantie voor Euler voorwaarts de lokale discretisatiefout kunt introduceren. En dat h keer de lokale fout gelijk is aan de fout die je maakt in 1 tijdstapje. Je kunt kijken hoe snel die lokale discretisatiefout naar 0 gaat. En dat geeft je de consistentieorde van de methode.
Vervolgens kun je gaan kijken als je naar een bepaald tijdstip gaat, wat nu de build-up of errors is. Dus onderweg maak je allemaal foutjes. En hoe versterkt dat elkaar of hoe telt dat bij elkaar op? Dat geeft een globale fout. Je kunt kijken naar de globale fout, hoe hard die naar 0 gaat als je h naar 0 laat gaan. En we hebben gezien hoe je dat voor al die eenstapsmethode kunt doen. En tot slot hebben we gekeken hoe je de orde van convergentie ook numeriek terug kunt vinden als je een simulatie doet. Dat is het voor deze video. In de volgende video gaan we kijken naar een andere hele belangrijke methode van numerieke schema's. En dat is stabiliteit. Dit ging alleen over fouten en dit is wat ik hier graag over wilde zeggen. Ik hoop dat het duidelijk was en ik zie je graag weer terug in de volgende video.